Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe Euro Truck Simulator 2. Nou, ik was stom geweest om mijn microfoon uit te zetten, dus we gaan lekker starten. We gaan nu eens een keer niet naar Engeland, want ik zag weer allemaal aanbiedingen dat ik naar Engeland kom om een vracht weg te brengen, op te halen. Maar ik heb nu een keer gekozen voor Frankrijk en daar gaan we nu naartoe. Het is in totaal 215 kilometer. Ik doe er 3 uur en 27 minuten om. Computertijd, Euro Truck Simulator tijd. Laat het daarop houden. En we gaan weer lekker spelen, jongens. Ik heb net alweer een aanrijding gehad. Ik was weer dom geweest. Maar goed, in ieder geval, we gaan nu proberen zo min mogelijk aanrijdingen te krijgen. Wel stuur een beetje recht houden. Maar we gaan weer lekker karren, jongens. We gaan weer lekker rijden. Ik mag 80 km per uur, mag ik. En we gaan weer lekker rijden. Dus er kan er wel wat bij. Gaan we weer hoor, jongens. Lekker rijden, heerlijk. Lekker hoor. Daar heb ik een parkeerplaats zien, maar dat gaan we gewoon lekker rijden. We zijn nog maar net begonnen, dus ook alweer een snelheidsovertreding en nu ga ik ook alweer veel start. Oh, moet een baantje opschuiven. Gaan even terug naar die 80, juist. Nee. Alsjeblieft niet. Ik denk al dat we bijna bij de Belgische grens komen. Ja. Nou, ik kan er een keer doortuffen. Zo, en we zijn in België. België.
Brussel hebben. Rechtdoor naar, naar Luik. Dat gaat wel heel snel. Even hier wat gas terugnemen. Oh, komt er wat aan? Ja, er komt nog een auto aan. Mooi! Nou, die pikt lekker voor. Maar 89 kilometer is en dat hij gewoon 1 uur en 41 minuten aangeeft. Terwijl ik gewoon nu zo echt heel erg veel kilometers hoef te rijden. Dat vind ik wel heel erg stom. Hij heeft wel ontzettend veel moeite. Dan ga je weer naar Luik en Rotterdam terug. Of nee, 56 minuten. Op een afstand van 50 kilometer, 51, nu 50. We gaan weer wat hard. Dus we gaan even wat gas terugnemen. Lekker zo hoor, het gaat lekker zo. Even wat gas terug, want 5 kilometer te hard is ook alweer een bekeuring. Frankrijk binnen. Ja, we zijn Frankrijk binnen, jongens. We zijn in Frankrijk. Oh, je mag gewoon 90 rijden.
Oh shit, ik had die baan moeten nemen. Oh, ik ben verkeerd gereden. Nou, dan gaan we gewoon hier al staan dadelijk. Deze dus. Center. Oh jongens, zijn we er al bijna? Zijn we er al bijna? Nog maar 2 kilometer. Nieuw ontdekt. Moet je maar 50 km per uur. 50. Oh, ik kan trouwens veranderen waar moet ik doen. Dus. Ik kan weer net niet zien als het stoplicht op rood gaat. Ops, dikkie. Ja, maar rijden. Ja, kom eraan. Hey! Jullie gaan voor mij door het rood heen. Shame on you, jullie verdienen ook een keuring. Eén verder. Nog één verder volgens mij. Daar is de vlag. Daar moet ik heen. Nou. Bevestigen. Hoppakee. Kijk eens eventjes. Geweldig. Zo. Oppa. Level 2 alweer. Eens even kijken, lange afstand gaan we even doen en meer mag ik het niet doen. Toepassen. En ik heb nu 100, heb ik nu dus. Even kijken of we weer een wat leuker zien. Die. We zijn nu in Lille, hè? Lille zijn we nu, hè? Lille. Die zijn wij dus. Van Lille naar Rotterdam, daar kennen we ook weer een stukje. We moeten even terugrijden met melkpoeien. Dat zouden we kunnen doen. We zouden ook door kunnen rijden naar Paris. Maar ik denk dat ik toch Rotterdam doe. Ik denk dat ik toch deze doe, de melkpoeien. Dan rijden we gewoon weer even terug naar Rotterdam. Ja, dat is wel leuk. Met melkpoeder. daar kunnen we eruit zien. Als staat mijn melkkoeien eraan, dat vind ik zonde. Riems, Brussel.
vind ik nogal eng als ik hem snel neem, maar het is wel te doen. Kijk eens hoe netjes. Je moet meer vertrouwen in mij hebben. Kijk, zo rijd ik beter. Ook zit er weer in België. Rotterdam staat al op het bord, jongens. Rotterdam staat al op het bord. Het is 143 kilometer nog. Amsterdam, Rotterdam, Luik, Lille. Lille, daar komen we net vandaan. Kijk, die is een beetje gas geven.
shit gaat lekker hard. Lekker doorgassen. Ja, deze vrachtwagen kan toch niet harder dan 90 km per uur. Ja, nu omdat hij naar beneden gaat, maar normaal gesprek is het gewoon 90 maximaal. Dus het is nog 100 km, dan zijn we alweer thuis. Weer te hard. Even kijken. Ik moet al mee. Morgen dus ga ik naar Calais toe. Dat is niet de bedoeling. Zo, even een lekkere bak koffie halen. Oh, ik neem alleen wat rust. Oké, nou. Ik heb een flikker tukkie gedaan. Ga ik die eens even uitzetten. Nee, ik blijf aan. Ik ben weer van achteren door. Ik sta weer op de snelweg straks tegen een stil. Ik moet ongeveer over drie kwartier zijn. Oh, dit is super
schijnt dan, maar ik ga zo eens even kijken of het goed uit moet. Dit vind ik zo verschrikkelijk irritant. Ik ga eens even kijken of die muziek uit moet. Dit vind ik zo irritant. Zo, eens even die muziek uitzetten. Wat ga nou zijn met die muziek elke keer? Geluid. Wat kan ik nou allemaal uitzetten? De truc en zo. Verkeersvolume, nee. Wereldgeluidsvolume, nee. Omgevingsvolume niet. Interieurgeluid niet. Navigatiestemvolume. Die moet gewoon aan blijven staan. CB radio. Muziekvolume. Kijk, muziekvolume uit. En dan zet ik interface geluidvolume aan. Spelvolume uit. Interieur. Dus even kijken hoor. Hoor ik nou nog die. Kijk, daar heb ik het uitgezet. Ja, ik vind dat echt irritant hoor, die muziek. Sorry hoor. Ik ben daar helemaal hartstikke zenuwachtig van. Oh, trouwens wel. Nee, dus. Ik wil kijken als je wegrijdt, man. Nou, we zijn weer in Rotterdam weer aangekomen. En daar heb je dus weer stoplichten. Dus gaan we eventjes op ons gemakje even de stoplichten. Ja. Oh, shit, zie je de verkeerde knop. Druk de motor uit. Op. Het duurt echt zo lang, hè? Hier is het vast hoor. Niks op. Zeker maar op ons rijden. Ik moet zo weer terugkomen. Ik denk dat dat niet hier is, maar daar. Juist, dat is hier vandaag. Ai. En dan weer. Zo. En dat was hem. Oh maar. Enter. Zo. Nou, kijk eens eventjes. Ja, te laat. Schijtig uit, man. Nou, het gaat niet erg hard met het geld. Maar goed, in ieder geval. Even kijken dat we nog eventjes. Waar was die ergens? Garagebeheer niet. Even kijken hoor. Voertuigbrowser. Nee. Truckdealers. Voor mij kan ik echt nog geen hol kopen. Truckdealer Rotterdam. Openingstijden van 8 tot 18 uur. Koop online. Kijk, dit ben ik toch gewoon allemaal. Daar heb ik dus gewoon voorlopig nog geen geld voor. Irritant, jongen. Amsterdam. Die goedkoper, ja 114, maar daar heb ik nog niet genoeg aan, 127 en de goedkoopste is 117. Maar ja, dan moet ik nog voorlopig even wat geld sparen in ieder geval. Daar heb ik voorlopig nog even geen genoeg geld voor.
In ieder geval, jongens, bedankt jullie voor het kijken. Dit was weer een Euro Truck Simulator. Volgende week aflevering 3. En dan gaan we weer lekker Euro Truck Simulator spelen. Dank jullie allemaal voor het kijken. Like deze video. Abonneer op mijn kanaal voor meer Euro Truck Simulator 2. En zet het notificatiebelletje aan. Dan worden jullie altijd op de hoogte gehouden als er weer bijvoorbeeld een nieuwe Euro Truck Simulator is. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende. Bye bye. Hoi.